Welkom op mijn kanaal, mijn naam is Blubberfreak en ik neem je mee in de wonderwereld van GTA 5. Ik ben in een sessie gekomen waarin ik zeker weet dat er een modder is. En wat is een modder? Dat is iemand met een modmenu. En met een modmenu kun je dus ontzettend veel dingen doen. Je kunt iemand killen die in passive mode staat. Je kunt gebouwen spannen, je kunt geld geven aan iemand, je kunt iemands RP kun je veranderen. Je kunt dus de gekste dingen doen. Dit gebeurde allemaal op de PlayStation 3 vroeger. En die tijd, die is al lang voorbij. Ik ben een tijdje weg geweest, ik had wat familieomstandigheden en vandaar dat ik een tijdje even niks gepost heb. Daddy is naar New Gen gegaan en die heeft niet echt heel veel zin meer in GTA. Ik probeer een klein beetje het stokje over te nemen, maar niet. Ik word geen Daddy 2 of zo. Maar als ik iets leuks zie, dan post ik het. Oké, ik ben in deze sessie. Ik ben met 10 man. Waaronder ik dus. Dus ik zal even inzoomen. 9 van deze. 1 van deze 9 dus. Is een modder. En ik vermoed die 420X, maar dat is een beetje gissen. Ik ga niemand beschuldigen, maar ik heb wel een vermoeden. Want dat 420, we weten allemaal wat dat betekent. Ik ga naar buiten lopen. En voordat ik naar buiten loop, dat laat ik ook vrij duidelijk zien, ga ik in passive mode. Ik enable het en ik ben in passive mode. Ik doe de deur open. En ik stap naar buiten. Op het moment dat ik buiten kom, pak ik mijn telefoon zo direct. Want ik ga een deluxe-ootje oproepen. Mijn telefoon gaat over, ik hang hem even op. Op dat moment komt er zelfs een auto uit de garage rijden. Die is er doorzichtig, omdat ik in passive mode ben. En ik ben in passive mode en ik ga dood. Gewoon puur uit niets. Helemaal uit niets. Ik ben er ook verbaasd over. Ik zal je laten zien. Ik sta nog steeds in passive mode. Dus het klopt echt helemaal geen bal van. Het is dus gewoon echt zo. Er is een modder in GTA 5 op de 4. Het kan dus. Hello. En wie het is weet ik niet. Ik zou zeggen, ik hoop dat het niet erger wordt. Maar Blubberfreak, out.